Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een westelijke stroming en dat betekent dat de wolken die nu boven het land liggen naar het oosten toe wegtrekken. In de loop van de ochtend breekt de zon van het westen uit door. Het is droog en de temperatuur ligt al aan de zachte kant met 8 tot 10 graden. De wind draait naar het noordwesten, maar later vandaag draait die weer naar het zuidwesten. Aan zee waait het vrij krachtig windkracht 5. Vanmiddag ziet het er aardig uit met geregeld zonneschijn en het is vrij zacht met 9 tot 11 graden. Vanavond blijft het droog, maar de bewolking neemt toe en ook gaat het harder waaien aan zeewindkracht 6 vanuit het zuidwesten. En morgen hebben we te maken met veel wind, een windkracht 7, mogelijk zelfs 8 langs de kust. En in het noordwestelijk kustgebied kan het zelfs eventjes gaan stormen. Verder is het de hele dag bewolkt, maar wel lange tijd droog. Pas in de avond gaat het in het noordwesten regenen. Zondag is het veelal bewolkt en regenachtig en waait het nog flink. Maandag trekt de regen naar het noordoosten weg en blijft het in de middag vaker droog. Het is zacht met 12 graden. Dinsdag is het ook nog wisselvallig, maar gaat de temperatuur weer naar beneden naar 10 graden. Maar dat is nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.